Afgelopen week was de start van de zomer. Het seizoen waarbij je lekker ijsjes kan eten, buiten kan spelen, maar natuurlijk ook lekker in het zwembad dobberen. Wist jij ook dat 21 juni de langste dag van het jaar is? Dan is de nacht het kortst en schijnt de zon het langst. Daarom heb ik voor jullie een heerlijke zomerse vlog, dus blijf zeker even kijken. En als het dan zo warm is, dan helpt het om een beetje verkoeling te zoeken. Door bijvoorbeeld gezellig naar het strand te gaan of een lekker verkoelend drankje te drinken. Maar het allerbelangrijkste is, smeer je goed in. Ook al ga je niet de zon in en blijf je alleen maar in de schaduw, het is belangrijk dat je met zonnebrand heel je huid bedekt. De zonnekracht in de zomer is echt super sterk. En als je dus niet goed insmeert of beschermende kleding draagt, dan wordt je huid rood. En dan zeggen we, het is verbrand. En dat is niet zo fijn, dus smeer je maar goed in. En vandaag heb ik echt mega, maar echt nadruk op mega gaaf speelgoed voor jullie, wat alles te maken heeft met de zomer. Wat een te gekke unicorn is dit! Dit is dus een boot waarbij je met meerdere kinderen in kan zitten, maar het is tegelijkertijd ook een badje. Wauw! En wil jij nou ook zo'n super gave opblaasunicorn winnen? Dan hoop ik dat je goed hebt opgelet. Want hoeveel van dit soort aapjes heb jij voorbij zien komen? Ga naar www.mijnschoolbox.nl en laat weten hoeveel jij er geteld hebt. En in mijn volgende vlog maak ik de winnaar bekend. In mijn vorige vlog mocht ik ook super gaaf speelgoed weggeven. En daarvan is de winnaar geworden... Gefeliciteerd! Ontzettend veel speelplezier en een hele fijne zomer! Ja, brave unicorn, hè?